Vandaag behandel ik de vijf meest gestelde vragen over glaucoom. Wat is de oorzaak van glaucoom? Er is niet één oorzaak van glaucoom. Vaak ontstaat glaucoom bij mensen met een verhoogde oogdruk. Dat is de druk binnen de oogbol. Verder heb je een hogere kans op glaucoom als iemand in je familie glaucoom heeft. Heeft iedereen met glaucoom een te hoge oogdruk? Nee. Ruim een derde van de glaucoompatiënten heeft een normale oogdruk. Wel geldt. Hoe hoger de oogdruk, hoe groter het risico op glaucoom. Dat is ook de reden waarom oogartsen en opticiens ook vaak de oogdruk meten. Kan ik zelf merken dat ik glaucoom heb? Het probleem bij glaucoom is dat patiënten in het beginstadium van de ziekte geen klachten hebben. De plekken waar je gezichtsveld is uitgevallen, zie je namelijk niet als zwarte vlekken. Deze vlekken worden door de hersenen ingevuld. Hoe wordt glaucoom behandeld? De enige bewezen behandeling voor glaucoom is het verlagen van de oogdruk. Dat kan met oogdruppeltjes, met een laserbehandeling of met een glaucoomoperatie als de eerste twee opties niet werken. Kun je van glaucoom genezen? Nee, de delen die zijn uitgevallen op het gezichtsveld kun je niet genezen. Met de behandeling van glaucoom proberen we de gezichtsvelduitval stop te zetten. Zo proberen we slechtziendheid of blindheid te voorkomen. Dit waren de vijf meest gestelde vragen over glaucoom. Ik hoop dat hiermee ook uw vragen beantwoord zijn.